Zo jongens, en welkom al op deze gloednieuwe aflevering van Polybridge Simulator. We gaan vandaag weer lekker Polybridge Simulator spelen. Ik ben vandaag weer in mijn eentje. En we zitten nu op 2 van de 14. Level 2 van 14. We hebben nog redelijk wat dingetjes eigenlijk te gaan. Ik weet trouwens eigenlijk niet hoe dat juist zit van gecomplete. Oké, we gaan kijken, we gaan deze doen. Ik heb een kleine speakbrief, of ik heb een klein speakbriefje gemaakt. Een klein dingetje gemaakt. Dus we gaan even kijken hoe dan we deze kunnen gaan maken. Wat sowieso de bedoeling is, dus met andere woorden, A gaat hier omkeren en moet richting hier dan. Dat is eigenlijk een beetje de hele bedoeling, zeg maar. Even kijken, zo. Want ik moet eigenlijk van hier. Zo en zo naar beneden gaan. Yes. En dan moet ik eigenlijk hier een. Maak ik heel eventjes een gewone brug. Zo. En wil ik dan hier eventjes zo eentje maken. Zo doen en dan hier deze weghalen. Deze zo doen en dan van hier eigenlijk zo één grote dingetje maken naar daar. Alleen nu zie ik dus dat deze lager moet. Oké, deze kan niet aangepast worden. Spijtig. Zo denk ik dan dat het is. Wil ik heel even kijken of het zo nu het voldoende gaat zijn ervoor. Dit is blijkbaar het voldoende ervoor. Damn. Oké. We hebben weer een middenstuk. Alleen ik ben nu niet blij met dat middenstuk. Voor welk gebied ga ik eerst gaan? We moeten een kruising maken, want zo, en dan moet deze. Oké, ik ga heel even snel iets kijken, jongens. Ik ben zo terug. Oké, let's go. Dat had ik dus al dacht. We moeten van hieruit een brug maken die naar omhoog gaat. Ik had die eigenlijk al een klein beetje in de gaten gekregen. Alleen. Waarom wilt hij niet. Deftig verbinden?
wil ik eigenlijk ook weer niet, maar goed. Ik moet dat kunnen op 4 dingetjes doen, namelijk. Zo. Oké, we gaan eerst en vooral deze brug proberen te maken. Dus met andere woorden, we moeten hier een brug maken die eigenlijk heel simpel die naar omhoog gaat uiteindelijk. Waar dan we dan één dingetje eigenlijk hebben die eigenlijk zo naar beneden komt. Ik weet niet hoe dat die juist in elkaar zit, maar goed. Dat de zijde die op nummer 2. Ja, zo. We gaan nu even aan kijken. En dan moeten wij van hier ook weer een brug maken. Die dan eigenlijk hetzelfde doet. Maar die dan eigenlijk het dingetje zo pakt. Zo. Hier moet ik dan ook deze doen. Deze moet allemaal op 2 gezet worden, denk ik. En dan moet er hier een eentje die zo komt. Ik denk als ik dit naar 50% zet. En deze naar 25 of 5% naar boven zet. Namelijk dat hij het goed is. Alleen ik ben dan niet zeker. Wat is er eigenlijk hier gebeurd? Waarom wil deze eigenlijk niet gaan? Oh. Even kijken wat deze eigenlijk het probleem is. Deze gaat naar beneden. Deze moet ook naar boven gaan namelijk. En dan moet ik even kijken. Dus ik moet... Ja, dat is eigenlijk wel een lastige. Voor alle twee die bruggen moeten omhoog blijven. Namelijk. Ik denk dat we dit zo moeten doen, namelijk. Waarom wat? Hè? Ik vraag het toch voor die naar boven te halen, niet naar beneden te halen. Kijk, maar wat? Wat? Ik vraag die toch voor... ...40% misschien. Wat heel eventjes, jongens.
Dus wat dat die wel doet is B. Doet deze zo. En dan D doet hij deze zo. Oké. Is de. En deze doet hij. Op 25. Ik ga me heel even zo testen. Even gespeakt, sorry jongens, ervoor. Maar het was even. Het is even nodig dat ik even speak. Want het probleem is nu, deze brug valt nog altijd weg. Ik ga nog altijd kapot, namelijk. Deze doet nu wel blijkbaar prima. Buiten dat die hier valt. Dus hier moet ik dan nog iets gaan verzinnen. Ik eigenlijk niet weten wat ik moet verzinnen. Maar hoezo valt deze nog altijd kapot? Misschien omdat die. Op 30% moest staan, zeg maar. Er gebeurt iets dat. Niet goed is. Hé, nu werkt het wel. Eigenaardig. Dat is wel heel eigenaardig dat het nu wel werkt. Wat ik dan nu doe, gebeurt er dan iets of? Moet je sowieso deze weghalen. Oké. Het is hier dat die breekt namelijk.
Het is hier namelijk wel diep bereikt. Kijken nu. Ja, dat moest ook moeten zorgen dat deze eigenlijk dingen doet, hè. Deze eigenlijk iets kleiner is. Deze eigenlijk... Juist eigenlijk zo is. Misschien dat ik dan... Misschien dat hij dan dingen doet, namelijk erop aansluit, hierop zeg maar. Nu zit het daar wel op aan, zeg maar. Kijk, van nu werkt het wel. Tada, fix it. Damn. Jongens, ik wil jullie maar hartstikke bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering. Hopelijk even genoten van de aflevering. Hopelijk dat je me graag vond bij een nieuwe aflevering. Heel zeker niet te liken te abonneren. Dat ze niet inderdaad super nice zijn. En dan zie ik jullie graag vond bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg van nu, zoals altijd, bye. Bye.